Kerngezond TV is mede mogelijk gemaakt door Spooty.nl voor uw smoothiefiets en Mari Zwembaden en Wellness Wansum. Jongens, meisjes, papa's, mama's, opa's, oma's, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Kerngezond TV. Dit jaar in Kerngezond TV sta ik iedere uitzending op een andere mooie plek in de wereld. Ik begin dicht bij Nederland. Hebben jullie enig idee in welke stad ik nu sta? Om het schooljaar energiek te starten zijn alle kinderen van de Kerngezond basisscholen sportief aan de slag gegaan met verschillende bootcamp onderdelen op het terrein van Jouwtouw en Aardbeienland. Heerlijk in de buitenlucht aan de slag met sport en spel. Wij kunnen het hele jaar genieten van vers groente en fruit. En dat komt namelijk door dit bedrijf. Want zij zorgen het hele jaar door voor licht. Ik ga een kijkje nemen. Komen jullie mee? Volgens mij moet ik hier zijn. Jij bent toch Lisanne? Nee. Met jou had ik afgesproken. Ja, klopt. Welkom bij Light for Food. Dankjewel. Jullie maken dus licht voor ons groente en fruit? Ja, klopt. Planten die hebben dus licht nodig, water en koolstofdioxide om goed te kunnen groeien. En in de systemen die wij dus hier maken, dus een klimaatkamer, zijn al deze ingrediënten aanwezig, zodat je een sterke en goede plant kan telen. Dat ga ik ook eens proberen. Hey Lisanne, hoezo lukt mij dat niet met een zaklamp? Nou, planten die hebben dus eigenlijk wel wat langer licht nodig en wat meer licht nodig. En wij gebruiken hier lampen met de speciale kleuren licht die planten heel efficiënt kunnen gebruiken. En dat is eigenlijk vooral rood licht en blauw licht. Oh, zo zit dat dus. Hebben ze dan alleen maar licht nodig? Nee, ook water. Dat zien we hier. Deze planten die drijven in het water. En in dit water zitten eigenlijk alle voedingsstoffen voor de plant om te groeien. In Amerika gebruiken wij eigenlijk alleen maar biologische meststoffen. En die komen allemaal van plantaardige grondstoffen. En dan noemen ze het zelfs vegan. Oh, maar dat is super duurzaam en goed voor het milieu. Ja, dat klopt. Dus jullie zorgen ervoor dat de plantjes het hele jaar goed kunnen groeien. Maar wat doen jullie nog meer? Naast het maken van teeltruimtes bouwen we ook hele automatiseringslijnen. Dus dat zijn machines voor zowel het vullen van dit soort floaters en trays, het zaaien daarvan, het transport naar de kas gaat ook automatisch. En vervolgens als het product dan klaar is om te oogsten, gaat het weer automatisch naar de verwerkingsruimte. En daar staan dan machines van ons en die oogsten het product en verwerken het direct. En de trays die gebruikt zijn, die wassen we weer, zodat ze weer opnieuw gebruikt kunnen worden voor de volgende teeltcyclus. Oh tof, hier gebeurt zoveel. Zou ik hier niet kunnen werken? Nou, we zoeken wel nog mensen, maar ik denk dat je daar nu nog wat te jong voor bent. Misschien over een paar jaartjes kun je bij ons beginnen met een stage en vervolgens solliciteren voor een van onze vacatures voor de mechanisatie of de elektro of software. Hou onze website maar eens in de gaten. Dat ga ik zeker doen. Lisanne, ik heb superveel geleerd over hoe groente en fruit groeit en hoe belangrijk licht daarvoor nodig is. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Leuk dat je er was en heel leuk dat je weer wat opgestoken hebt. Ik zie hier trouwens super lekkere tomaten. Zou ik de tomaatjes plukken en jij gaat dan voor smoothie gaan fietsen? Dat is een goed idee en super gezond. Dit zijn er zeker wel genoeg voor een smoothie. Yes, let's go. Nou, de tomaatjes zitten er al in. Fietsen. Zo, volgens mij is die zo wel klaar. Dat denk ik ook. Tijd om te proeven. Proost. Proost. Lekker.
Bedankt voor het kijken naar mijn vlog van Kerngezond TV. Doei! Hallo allemaal, mijn naam is Omar en vanuit Kerngezond TV ga ik samen met jullie dit seizoen overheerlijke gerechtjes maken die normaliter wat ongezonder zijn, maar deze keer ga ik het met de gezonde twist maken. Dus ik hoop dat jullie het leuk gaan vinden en kook lekker met me mee. En vandaag gaan we een lekkere overheerlijke pannenkoek maken van banaan. In plaats van de lekkere dikke vette pannenkoek van oma kan deze net zo lekker zijn. En we hebben daarvoor nodig banaan, kaneel, 2 eitjes en wat bloem. Allereerst pak ik mijn bananen. Ik gebruik zelf 2 bananen. Die doen we even lekker pellen. Ik heb speciaal gekozen voor wat rijpere bananen. Die zijn voor mijn idee altijd wat zoeter. Ik vind dat wat lekkerder. En die snij ik dan lekker in stukjes en die doe ik in mijn maatbeker. Daarna klus ik 2 eitjes erbij. Daarna een goede scheut melk. Lekker volle melk. Een snufje kaneel. En ongeveer 2 eetlepels bloem. En als laatste een snufje zout. En dan pakken we de staafmixer. En kunnen we er een lekker beslagje van maken. Zo, mijn pan is al lekker warm. Dus ik kan de bananenpannenkoekjes lekker gaan bakken. Ik maak ze zelf wat kleiner en niet al te dik. Dat vind ik zelf het lekkerste. Nu zie je dat de pannenkoekjes aan de bovenkant licht beginnen te stollen. En dat is eigenlijk een teken dat ze juist zijn. Dan kan ik ze lekker omdraaien. Nou, mijn pannenkoekjes die zijn lekker klaar. Dus ik kan ze op mijn bordje gaan serveren. Ik heb deze pannenkoekjes lekker voor jullie gemaakt in het kader van jong leren eten. Ik hoop dat jullie het thuis lekker ook kunnen maken zoals ik het heb gedaan. Dan ga ik hier nog lekker van genieten en dan zou ik zeggen tot de volgende keer. Kom maar even wisselen, Pietertje. Blijft natuurlijk de vraag staan van het begin van de uitzending. Waar ben ik? Ik ben in Brussel, België en achter mij het Atomium, wat in 1958 al door de wereldtentoonstelling is gebouwd. Dit was het voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Blijf kerngezond en tot de volgende keer. Hoi! Kerngezond TV is powered by Marie Wansum, Sikon Logistics, Jong Leren Eten Limburg, Ria Joosten Catering en Evenementen, Limburgs Uitje en Aardbeienland, het gezondste land van de wereld.